Om een Danfoss Link systeem te installeren, hebt u het volgende nodig. Een Danfoss Link centrale regelaar, eventueel een aantal kamersensoren en een aantal Living Connect thermostaten. Een volledige installatie kost u ongeveer 2 uur. Begin de installatie met het monteren van de Living Connect thermostaten. Monteer eerst de adapter op de afsluiter. Draai de RA-adapter vast met behulp van de meegeleverde inbussleutel. Schroef de thermostaat op de adapter en draai hem vast. Op het display moet een hoofdletter M knipperen. Houd de middelste knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de thermostaat te activeren. Herhaal deze procedure bij het installeren van de overige thermostaten. Plaats, zo nodig, een kamersensor op een centrale locatie in de ruimte, niet op een buitenmuur. Ga nu verder met de installatie van een Danfoss Link centrale regelaar. Bevestig de batterijhouder op de regelaar en schakel deze in. Het kan enkele minuten duren voordat de regelaar gereed is. Verwijder het witte kunststofframe van de regelaar en druk de setup-knop in met de punt van een pen. Het installatiemenu van de regelaar wordt nu geopend. Selecteer kamers en apparaten. Selecteer nieuwe kamer toevoegen. Voer de kamernaam zelf in of druk op het kamersymbool en selecteer een kamernaam uit de standaardlijst. Wanneer u de kamer een naam hebt gegeven en deze hebt bevestigd, moet u de thermostaten en kamersensoren voor de betreffende kamer toevoegen. Selecteer kamerapparaten en vervolgens voeg apparaat toe. Ga nu naar de eenheid, in dit geval de thermostaat, in de geselecteerde kamer en registreer deze bij de Danfoss Link centrale regelaar. Selecteer Start registratie op de regelaar en druk vervolgens de middelste knop op de thermostaat in. Herhaal deze procedure voor elke Living Connect thermostaat en kamersensor. Wanneer u alle eenheden hebt geregistreerd, moet u naar de locatie gaan waar u de regelaar wilt plaatsen. Kies hiervoor een centrale locatie in het huis waarvan u verwacht dat de Danfoss Link centrale regelaar van daaruit alle eenheden kan bereiken en regelen. Selecteer nu status en diagnose in het installatiemenu, gevolgd door netwerk. Nu kunt u de uiteindelijke netwerktest starten. Om de test sneller te laten verlopen, kunt u een knop op de afzonderlijke eenheden indrukken. Denk erom dat de regelaar in de ruimte moet blijven waar hij moet worden gemonteerd. Als er geen verbinding tot stand komt, moet u de regelaar naar een andere locatie in het huis verplaatsen of een Danfoss versterker toevoegen. Voer de netwerktest hierna opnieuw uit. Wanneer de netwerktest goed is verlopen, kunt u het installatiemenu verlaten en de Danfoss Link centrale regelaar permanent aan de wand bevestigen. Uw deel van de installatie van het Danfoss Link systeem is nu voltooid. De gebruiker moet de verwarming nog programmeren en tijdschema's voor elke ruimte instellen.